Mijn naam is Frederik, student industrieel ingenieur. Met Electric Board Solutions ontwerp ik elektrische skateboards. Last mile electric vehicles zijn een sterke opmars en elektrische skateboards is daar één van. Het is niet alleen erg leuk om mee te rijden, maar ook erg praktisch. De onderdelen die ik ontwerp worden in heel Europa en zelfs in de VS verkocht. Een nieuw onderdeel bestaat steeds uit verschillende stappen. Zo ontwerp ik het eerst in een CAD-programma, vervolgens wordt het stuk 3D-print en getest. Als alles goed past, wordt het in grotere oplagen geproduceerd. Ik ben Silke, de persoon achter Studio Error. Ik maak limited edition borduurwerken op verantwoorde kledij. Studio Error is een unisex kledinglabel die enkel praktische kledij en accessoires op de markt brengt. De stijl is krachtig en eenvoudig, met oog voor detail. Duurzaamheid is een zeer groot aandachtspunt binnen het label. Dit vertaalt zich naar verantwoorde leveranciers, onafhankelijke projecten en circulaire mode. Studio Error is een draagbaar kledinglabel dat losstaat van geslacht en leeftijd. Unisex is dan ook het uitgangspunt van Studio Error. De kleding moet praktisch zijn, goed zitten en voornamelijk uitstralen wie jij bent. Theater Agrona. Een droom, een visie. Van lang vervlogen tijden tot datgene wat nog komen moet. Wij creëren een geschiedenis vol literatuur. Een toekomst vol theater en creativiteit. Vol liefde voor elkaar, voor ons theater. Wij geloven in creatie, in symbiose, in schoonheid. Het doorbreken van de muren van het theater, vol passie, laten wij ons inspireren. Theater Agrona, werkend vol verlangen.